Dames en heren, geef een applaus. Justine Palmelaai, kom deze kant op, Justine. Heel goed. Daar sta je dan, lieve Justine. Ja. Even los van alles. Ik hoorde dat je net terug bent uit het ziekenhuis. Ja, ik heb blijkt ook twee gekneusde ribben heb. En ik had de hele week al koorts. Dus, ik heb de hele week met die gekneusde ribben gesprongen. En dan doe ik deze laatste sprong doe ik ook. Dus, Je gaat hem dus ondanks alles gewoon echt doen. Ja, ik ga hem... Dames en heren, ik wil daarvoor heel even een applausje. Sorry hoor, maar kom op. Wat voor sprong ga je doen? Ik ga de striksprong hurkseat proberen. Ja. Wat is daar zo moeilijk aan? Nou ja, ik kan niet zo goed de hup. Want het zit helemaal vast, weer ingetaped. Maar we zien het wel. Okay, nou, blijf gewoon heel, oké? Okay? Ja, dat is het belangrijkste. Is goed. Succes. Dankjewel. Ik vind het dapper hoor. Met twee gekneusde ribben. Ach, kindje toch. Ik weet dat je verrekt van de pijn. Dames en heren, mag ik nog een applaus horen? Wat kan ze zingen, hè? Potverdikkie zeg. Nou, het is allemaal een heel verhaal. We gaan het niet meer hebben over de Costa Concordia waar je bijna mee vergaan bent. En het is ook niet zo dat dit of dat niet lukt. Je hebt een prachtig badpak aan. Je krijgt van mij eventjes een... Oh jee, dat is lekker zeg. Dat heb je niet gezien. Omdraaien. Blijf even staan, is niks aan de hand. Ik moet even wat uit het water pakken. Oh! De andere kant op blijven kijken, Justine. Ja. He. Goed. Daphne, wat vond jij ervan? Nou, John Wayne zei dat echte moed is doodsbang zijn en toch in het zadel stappen. Jij bent in het zadel gestapt. Gefeliciteerd. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Ik vond het een hele mooie standsprong. Oh, dankjewel. Quintus. Justine, toen je daar stond op de plank, raakte ik helemaal vol. Het leek alsof mijn moeder daar stond. Je hebt bijna 6-7 maanden geleden zo'n doodsangst meegemaakt, bijna dood gegaan. Ja. Wat voor trauma heb je niet? Je kan niet zwemmen. En dan heb je de lef, de durf om dit te kunnen doen. En nog van een springplank van 3 meter. Oh, fantastisch. Dankjewel. Fantastisch. Oké, luister lieve schat. We gaan nu even de punten vragen. Ik vraag als eerste even aan Frans. Wat voor cijfer krijgt Justine? Ja, dat is natuurlijk even lastig. Alle bewondering, Justine, wat je gedaan hebt, keurig. Uitvoering van de sprong, de moeilijkheid, et cetera. Een 5. Ja. Daphne? Nou, daar ben ik het niet mee eens hoor. Ik geef jou een 7. Oké, dankjewel. Oh. En Quintus? Een volle, dikke 9. Nou ja! Maar, voordat mijn lieve collega Tesso bij ons komt staan, om nog even te vragen om je nog hoger op te helpen, hebben we nog een kleine verrassing voor je. Want je hebt natuurlijk van de week speciaal geoefend
met je kleding aan. Ja. En dat was een speciale oefening, omdat mensen toch altijd bang zijn. We nemen geen enkel risico bij dit programma. Therapie of zoiets. Een therapie. Ik denk, oké, doe ik gewoon. Nou, die therapie heb je goed doorstaan, want je hebt namelijk je diploma aangehaald zonder dat je het zelf wist. Als je denkt. Van harte. Ik moet er ook even om helzen. Ja. Wat goed, gewoon. Dus geef hem maar vier zoenen, want ze hebben zo'n grote mond. Je hebt je A-diploma, wat er ook gebeurt.